Onze eerste gast van vanavond, die is niet vies van een beetje avontuur. Hij werd ooit gearresteerd toen hij inbrak bij Area 51. Ja. Hij heeft gezwommen met daadwerkelijke levende haaien. En hij is een keer gevangen genomen door gasten van de Special Forces. Nou, dan weet je al dat je redelijk wat gewend bent. En nu dacht hij, ik ga me een jaar lang onderdompelen in de wereld van de KNRM. Mijn naam is Govert Zweep. En ik word voor 365 dagen een opstapper bij de KNRM. Na het behalen van verschillende trainingen, keuringen en vaarbewijzen is het nu tijd voor het echte werk. De volgende stap om next level te gaan. Ik spreek de vrijwilligers en slachtoffers over indrukwekkende reddingsacties. Dan moet je animatie doen, ja, en dan zie je jong persoon onder je. En uiteraard ga ik zelf ook mee in de actie. Eén matroos verloren. En we zijn dus op zoek naar een matroos. Ik ervaar moed, kennis, lef, maar ook de emotie van het vak. Welkom bij Govert als redder op zee. Ja, Govert, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We hebben elkaar natuurlijk al vaker gezien. Net boven stonden we heel even herinneringen op te halen van toen jij gearresteerd was bij Area 51. En dat ik de eerste stem in het Nederlands was die jij hoorde in de gevangenis. Ja, ik dacht lekker mijn moeder te kunnen spreken of mijn vriendin, maar het was Daniel. Ja, dat was toen op de radio. Hadden wij uitgevolgd hoe wij hem in de gevangenis... Jij was eerder dan zijn moeder. Ja. Eerder dan welk familielid ook, kreeg je de radio aan de lijn in de gevangenis. Ja, we zaten toen nog in die leefruimte op dag nummer 3 of 4 of zo. Dan was een iPadje en daar werd dan incoming call kwam daar. En dan zeiden ze, je werd gebeld. Maar ja, helemaal niet het idee dat je überhaupt gebeld kan worden. Oh ja, in die oranje pyjama loop je dan daar naartoe. En dan hoorde ik jouw stem. Ja, inmiddels al even geleden. Je bent gelukkig van alle media-aandacht afgekomen die dat met zich meebracht. En nu ga je iets heel tofs doen. En daarvoor heb je ook Ralf meegenomen. Ralf, welkom. Dankjewel. Ik denk, Govert, zou jij ons even willen vertellen hoe je met Ralf in contact bent gekomen en wat Ralf precies doet? Als jij hem even een goede intro kan geven. Ja, zeker weten. Nou, Ralf die werkt voor de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. En de reddingsmaatschappij bestaat op dit moment 200 jaar. Ik zie het aan de trui. Dat is inderdaad een 200 jaar jubileum. Ja. En dat betekent dat ze al 200 jaar zich eigenlijk inzetten voor mensen en dieren op het water. Tot aan midden Engeland, of eigenlijk in ieder geval richting het midden van Engeland zelfs. Dus dat is een redelijk stukje. En dat doen ze voornamelijk allemaal vrijwillig. Het is een non-profit organisatie die zich dus inzet. En dat is mooi. En ik ga mezelf indompelen in die wereld. Ja. Ralf, ja, leuk dat je erbij bent. Ik denk dat ik dan aan jou moet vragen eigenlijk. Van, nou ja, heel even overview. Hij zegt net al, zet zich in voor het redden van mens en dier op het water. Maar als ik aan jou vraag, je doet het al heel lang. Je zit al, hoeveel jaar zei je bij de KNRM? Nee, ik durf het eigenlijk niet. 25 of 30 jaar. Zo, wauw. Houd het gewoon niet meer bij. Ja. Wat doet de KNRM in de woorden van een expert? Wij redden mensen en dieren op het water. En niet alleen richting Engeland, maar ook bijvoorbeeld op de Randmeer, het IJsselmeer, de Zeeuwse stromen. En op de Waddeneilanden hebben we ook lifeguards, dus strandwachten. Die mensen die daar aan het verblijven zijn op het strand, redden als ze in de problemen komen. Nou, vond ik nog wel een beetje, want ik zat natuurlijk een beetje mijn huiswerk te doen. En wat ik nog wel een beetje verwarrend vond, is dat je meerdere organisaties hebt die zich hiermee bezighouden. Je hebt dus de KNRM, je hebt ook nog de reddingsdienst. Ja. En dan heb je ook nog de, hoe heet het ook weer? De kustwacht inderdaad. Ja. Wat is het verschil? De reddingsbrigade die zie je eigenlijk als je op het strand ligt, bij Zandvoort of Bloemendaal, weet ik veel. Ja. Als je daar naartoe gaat, dan zijn dat de mensen die zorgen dat je daar veilig op het strand kan verblijven. De Baywatch. Zeg maar. Ja, dat. En daar mag je ook legitiem dat muziekje bij draaien en zo, bij ons niet. Wij gaan zeg maar met de boten de zee op het moment dat mensen in de problemen komen. En de kustwacht is onze baas. Dus de kustwacht die alarmeert ons als er boten of mensen in problemen zijn. Dan zijn zij degene die op een knopje drukken, dan gaan de piepers af en dan komen de boten van de KNRM in actie. Het is best wel een aparte constructie eigenlijk die we in Nederland hebben. Want in het buitenland is het vaak is dan een subdivisie van de marine meestal. En hier, nou ja, de kustwacht is dus een overheidsorgaan. Ja. Maar de KNRM is dat helemaal niet. Hoe zit dat dan? Nou, eigenlijk is het zo dat in Europa met name zijn heel veel reddingsorganisaties niet van de overheid. En dat komt een beetje door de periode waarin ze opgericht zijn. Dus wij ook 200 jaar geleden. En in Amerika bijvoorbeeld is het gewoon onderdeel van de kustwacht. Die redden mensen. En in Nederland is het een particuliere organisatie die mensen redt op zee. En dus bestaat dankzij donateurs. En niet dankzij overheidsgeld. Ja, ik weet zeker dat er nu in de chat, maar kan jij beter zien. Mensen zeggen wat schandalig dat zo is. En zo. Dat krijg je dan, maar dat is niet zo. We willen het niet. Dus we willen geen subsidie.
Ik vond het wel grappig, want ik zag meer mensen aan het woord komen in de eerste aflevering van Govert's serie, waar je net de intro van zag. En daar werd inderdaad ook gezegd, ja, maar ja... Sorry, maar nu gaat iedereen juist schandalig zeggen. Nee, maar daar werd ook gezegd van, ja, het is eigenlijk, wij hebben allebei ook nog een tijdje voor de overheid geweest. Sterker nog, jij werkt nu nog voor de publieke omroep. Ja, 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 ja. Is allemaal af en toe ook een beetje log en kan niet heel snel schakelen. Dat is denk ik ook het voordeel, toch? Dat de KNRM dat wel kan dan. Ja, nou, de reden waarom we opgericht zijn is omdat de overheid het deed. En dat ging eigenlijk niet zo heel erg goed. Want ze hadden heel veel andere hele belangrijke dingen te doen toen. Ja. En toen verdronken er heel veel redders. En toen zeiden particulieren van oké, dit gaat echt nergens over. Wij willen dit goed regelen. En zij zijn toen reddingboten gaan kopen en mensen gaan betalen en reddingsvesten gaan kopen en die aan mensen geven zodat ze veilig hun werk konden doen. En als je nu, het is heel moeilijk om uit te leggen waarom het soms goed is dat je niet van de overheid bent. Want mensen denken, ja, dan betaal je belasting lekker makkelijk allemaal. Maar als je kijkt nu naar het leger. Ik denk dat het leger zou nu heel graag heel capabel willen zijn. Mm-hmm. En dat zijn ze nu eigenlijk niet, omdat er heel lang op bezuinigd is. Omdat opeens niemand het meer belangrijk vond na de Koude Oorlog. Ja. Ja, en nu willen we heel graag een leger. En nu duurt het heel lang voordat het weer voor elkaar is. En wij willen gewoon niet met dat soort grillen te maken hebben. Dat je de ene keer belangrijk gevonden wordt. Als er iets ergens is gebeurd, ben je belangrijk. En dan kabbelt dat een beetje voort. En dan ben je niet meer belangrijk. En dan gaat het geld weg. Ja, precies. Dat je inderdaad, er komt een nieuw kabinet. En in één keer besluiten ze, nou, we vinden dit nu niet meer zo, niet meer prioriteit. En oké, dus in die zin is het natuurlijk fijn om dan je gezonde basis te hebben. Jullie noemen dat de redders op zee. De redders aan land, toch? Aan de wal. Aan de wal. En dat zijn mensen die dus doneren aan de KNRM. En dan heb je een lidmaatschap. Ik zag dat ook bijvoorbeeld voor kinderen. Kun je jonge redder worden. Ja, dus het kan vanaf volgens mij €5 per maand. Ja. En dan hoef je dus niet zelf de zee op om iemand te redden. Maar dan financier je eigenlijk dat andere mensen dat kunnen doen. Ja. En daar zijn we heel blij mee. Daar hebben we er 130.000 van. En we willen er heel graag 200.000 hebben. Nou, dus vandaar dit jaar. Ja. Met Govert. Zeker. Nou ja, een comfortabele manier om redder te worden natuurlijk. Ja, aan wal. Voel je geroepen als je in de chat zit en je denkt, ik vind dit tof, maar blijf vooral even kijken. En als je aan het einde denkt, ik vind het heel tof, dan kun je dus inderdaad redder aan wal worden. Govert, waar begon jouw fascinatie voor dit hele gebeuren? Ik werd gebeld door Bas. Die heb ik weer eerder ontmoet in Noorwegen. Toen Kjeld Nuis, dat is een schaatser. Die probeerde toen een wereldrecord van 100 km/u te schaatsen op natuurijs. Ja. Nou, dat was briljant. En daar was ik toen bij. En Bas was daar ook bij. En die werkte inmiddels voor de KNRM. En toen belde hij mij. Hey, we hebben toen best wel wat vets gedaan daar in Noorwegen. Zou jij eventueel niet wat voor de KNRM willen doen? Want we bestaan 200 jaar. En ik zie er wel iets in dat jij eventueel een opstapper gaat worden. Dus dacht ik, wat is het allemaal? Opstapper, KNRM. Dus ik ging me inlezen. Ik weet het, wat een opstapper is. Ja? Ja, ik had vroeger... ik weet het woord weer. Ik had vroeger een boekje van de KNRM. Ik zei het even kort voor de uitzending tegen jou. Een boekje, die hadden wij thuis. Ik vroeg altijd aan mijn moeder of ze dat boekje wilde voorlezen. Want het ging over dat ze iemand gingen redden op zee van de KNRM. Dat is het enige wat ik van weet. Opstapper is een heel bekend woord, toch? Daarin? Ja. Ik weet alleen precies wat het is. Dan moeten we weer terug naar Govert. Ik ben nog niet... Hij weet het veel beter, sorry. Ja, je bent dus in principe een vrijwilliger die op de boot stapt. Oh, ja. Wanneer de pieper gaat. Ja. En dan blijf je op die boot totdat je bij het incident aankomt. Oké. En dat is best een traject, normaal gesproken van 3 jaar. Kijk je even aan. Ja. Ja. Ik doe dat in een jaar. Tuurlijk. Betekent. Dat betekent dus ook dat het een verkort, beperkter traject is met niet alle oefeningen of alle keuringen, zeg maar. Maar in ieder geval dat ik globaal de rode lijnen in ieder geval wel volg. Dus dat. Maar zeker wat Ralf al zei, het zijn natuurlijk vrijwilligers die zich voor best wel wat risico's inzetten. Die gaan de Noordzee op met soms golven tot 5-6 meter hoog. Ja. Dus daarom is het ook wel echt goed dat materiaal waarmee ze op pad gaan van topkwaliteit is. Dus vandaar inderdaad ook die reden om onafhankelijk te zijn. Ja. Nou heb ik een beetje me verdiept in de verschillende reddingsorganisaties. En volgens mij wordt de KNRM wereldwijd heel hoog aangeschreven. Ook door andere landen die zeggen, nou, die Nederlanders die kunnen wel wat. Horen jullie dat vaker, Ralf? Een beetje verlegen van. Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat wij heel veel zelf ontwikkelen, zelf doen. Dus de reddingboten waar wij mee varen, die ontwikkelen we zelf samen met grote Nederlandse reders, dus Dame Shipyards bijvoorbeeld. Ook de TU Delft die helpt daarbij. Dan onderzoeken we, zeg maar, van hoe kan het beter, hoe kan het veiliger, hoe kan het comfortabeler ook. Want het is gewoon, jij zei 5-6 meter, maar boven de Waddeneilanden heb je soms golven van 12, 13, 14 meter hoog. En die zijn bijna net zo hoog als dat de boot lang is.
Ja, als je daar afkomt, zeg maar, dan dat voelt niet super comfortabel. Dus we kijken van hoe kunnen we dat steeds beter doen. En dan ontwikkelen we een nieuw model reddingboot. En als dat dan gewoon goed genoeg is, dat wordt dan 7-8 jaar getest. Dan gaat dat ook de hele wereld over. Dus een reddingboot in Turkije, in Griekenland, Italië. Eigenlijk op heel veel plekken. Die komen uit Nederland en die zijn door de reddingmaatschappij ontwikkeld. Hoe vaak ga jij het water op trouwens? Ja, niet meer. Dus. Oh, niet meer? Nee? Nee. Ja, vroeger heb je dat wel vaak gedaan. Ja, heel vaak. Ja. Maar even, hoe vaak ga je überhaupt moet de KNRM uit? Ja, per jaar is dat voor heel Nederland ongeveer 2500 keer. Zo. En per reddingsstation verschilt het enorm. Er zijn reddingsstations die 30 keer per jaar uitvaren. En er zijn reddingsstations die soms wel 130, 140 keer per jaar uitvaren. En dat is heel erg afhankelijk van hoeveel reddingsstations zitten er dicht bij elkaar. Hoeveel pleziervaart is er, hoeveel beroepsvaart is er. Is het er heel diep en kan er eigenlijk niet zo heel veel misgaan. Of zijn er heel veel zandbanken, lopen mensen om de haverklap vast. Maar dat is echt superveel. En dat realiseren mensen zich altijd niet. Dat is eigenlijk ook een beetje de boodschap die we proberen met Govert en ook anderen over te brengen. Is dat dit land, zeg maar, dat is omringd door water. Water is overal. En water is gewoon eigenlijk per definitie supergevaarlijk. En iedereen die komt er wel eens in de buurt, bewust of onbewust. En als het dan misgaat, dan ben je afhankelijk van de reddingmaatschappij. Ja. En dan moeten, als je dat niet realiseert, word je geen donateur. Dus wij proberen juist nu te vertellen, oké, dit kan gewoon op elk moment van de dag, als je in de buurt van water bent, kan er zomaar iets gebeuren. En niemand die wij redden, die had 's ochtends het idee van, nou, vandaag is mijn dag, nu ga ik de reddingmaatschappij tegenkomen. Die verhalen zijn er gewoon niet. Nee, nou wil ik het zo met je even hebben over, want je hebt een indrukwekkende carrière bij de KNRM. Maar ik wil hier binnenkort ook nog een keer Tom van der Weert uitnodigen. Hij is onze radiocollega die daarnaast bij de brandweer werkt. Oh. Ja, dat vind ik ook een mooi verhaal, maar dat deed me eraan denken. Ik heb het er wel eens met Tom over gehad. De brandweer, ja, die, ik bedoel, even ze hopen natuurlijk dat alles en iedereen altijd veilig thuis komt. Maar ergens is natuurlijk het hoogst haalbare als brandweerman natuurlijk ook uit mogen rukken bij een grote brand. Maar aan de andere kant, er bijna een beetje op of zo. Nou, dat klinkt een beetje macaber, maar je... Ik heb het toen nog over gehad. Ik heb bij jou ooit een uitzending gezet met een brandweerman ook. Toen inderdaad. Ik brandweer volgde. Nou, en hij wist dat heel politiek ook. Correct, wist hij dat te verwoorden. Een soort van, je hoopt er niet op. Maar het is wel, als je dan in actie mag komen, dan voel je... Dus daar wil ik zo op komen. Maar hij zei ook eerlijk, Tom, van ja, het is ook vaak wel gewoon een kat uit een boom redden. Ja, ja. En dan vroeg ik me af, wat is nou de kat in de boom voor de KNRM? Zeg maar, de... Oh, nou, daar hebben we er heel veel van. Er zijn mensen die met hun bootje het water op gaan en dan niet goed onderhouden hebben. Of ze hebben geen idee waar ze varen, waar de ondieptes zitten, en dat ze dan vastlopen met hun boot en dat wij ze eraf halen. Oh ja. Maar er is wel, zeg maar, een heel groot verschil met land en water. En op land kan je weg, vaak, als er iets gebeurt. Als je pech krijgt met je auto of er is gedoe, dan loop je gewoon weg en dan is het veilig. Of je gaat achter de vangrail staan. Op water kan je gewoon eigenlijk nooit weg. Dus het wordt wel gevaarlijk. Het kan heel gevaarlijk, ja. Want als jij pech krijgt met je boot op het water en jij dobbert daar, ja, dan kan het heel vaak, gaat dat heel goed. Maar er kan ook een binnenvaartschip aankomen. Die gaat echt niet voor jou aan de kant. Of als je in de Geul richting Rotterdam zit, dat ding gaat echt niet voor jou aan de kant. En die ziet vaak niet eens. Precies, ja. Dus het kan zomaar opeens heel gevaarlijk worden. En dat is de reden waarom ook bij dit soort dingen, waarvan je zou kunnen zeggen, oké, dat is de kat in de boom van de KNRM, dan komen we wel. Ja, tuurlijk. En ook heel snel. Dus, geldt net zo voor de brandweer. Hè? Die komen ook gewoon voor de kat in de brandweer. Je zegt heel snel. Stel nou bijvoorbeeld, want je zei, er zijn hoeveel verschillende van die stations zijn er in Nederland? Want de KNRM zit dus overal. 45. Zo. Ja. En dat is eigenlijk, neem ik aan, langs de hele kustlijn van Nederland. Ja. En op de Waddeneilanden. Dus het IJsselmeer, randmeren. Dus, ik zag net wel een vraag. Ik weet niet of dan voor mij hoeveel levens je gered hebt. Dat is natuurlijk moeilijk om te zeggen. Dat weet ik niet. Ja, je weet nooit of dan iemand anders het per ongeluk gedaan had. Of weet je, vind ik moeilijk. Maar er zijn wel heel veel situaties geweest waar je bij geweest bent, dat je weet dat je in ieder geval een heel groot verschil hebt gemaakt op het moment dat je erbij komt. En dat door de inspanningen die je als team doet, want er zitten op zo'n boot minimaal vier mensen. Mm-hmm. Dat je dat met elkaar een vrolijk leven verder geeft. Bedoel, is er dan iets specifieker nog wel eens een oproep uit... uitvaart is iets heel anders. Een inzet die je altijd bij zal blijven? Ja. Hey, één keer toen, dat was een... dat klinkt heel onbenullig, maar ik weet zeker dat als wij dat niet hadden gedaan, was die persoon gewoon echt overleden. Wij waren aan het varen en hadden een oefening gedaan en we zagen iemand in de verte liggen met zo'n kitesurfer lag daar. Ja. En
Eigenlijk wilden we gewoon terug, want we wilden koffie gaan drinken. En toen iemand zei van, zullen we toch even gaan kijken? Toen zeiden we, oké, nou gaan we even kijken. En we kwamen langs zij bij die man. En die, het leek alsof hij het water uitsprong. En die, hij kon de boot in en hij begon eigenlijk direct ook heel hard te huilen. Goh. En die zat helemaal met zijn benen in lijnen verstrikt. Dus die was zichzelf alleen maar met zijn... Die had geen vest aan. Die was zichzelf met zijn handen boven water aan het houden. En zijn benen zaten... Hij was eigenlijk aan het drinken, ja. Zo. Dus als wij eerst koffie waren gaan drinken en dan even waren gaan kijken... Zo. Dan had hij dat niet overleefd. Ja. Nou, verdrinken is natuurlijk ook iets wat mensen denken vaak... dat je heel erg aan het schreeuwen bent... en dat je vanaf de kust dat mensen je makkelijk kunnen horen. Maar dat is natuurlijk vaak helemaal niet zo. Nee. Ik vind het wel interessant. Laten we even naar een filmpje kijken... dat op een gegeven moment gaan jullie een drenkelingsoefening doen. En in eerste instantie halen jullie dan een oefendrenkeling uit het water. Maar op een gegeven moment is Govert de drenkeling. Nu worden wij de drenkeling. Nu worden wij de drenkeling, ja. Dus we worden eruit gedonderd. Gaan we even gelijk zien hoe betrouwbaar... Zijn. De jongens zijn. Ik moet me even voorstellen dat als je serieus van een schip afkomt en je ligt hier zo in het pikken donker, dat het wel echt rete eng is. Dan raak je ook gewoon binnen 10 minuten onderkoeld. Eigenlijk ben je helemaal gedesoriënteerd hier in het water. Nu komen de golven ook. Holy moly. Zo. En dit gebeurt dus ook gewoon serieus vaak in Nederland dat de mensen gewoon als drenkeling in het water terechtkomen. Wij mogen het nu voor een klein beetje ervaren. Weten dat we gered worden, tenminste, dat hoop ik ook echt. Het lijkt me zo alleen, vooral dat je in het water ligt, niet wetende of je hulp gaat krijgen. Oké, als het goed is, komen ze daar. Ik zie hier wel een boot. Ja, ik zie een dikke kopland naar ons toe komen. Als het goed is, port in hem. Hallo! Ja, het ziet er gelijk hier best wel heftig uit. Nou heb je dan je hele pak aan en zo, dus je hoeft je over kou en zo geen zorgen te maken. Maar stel je voor dat je daar gewoon in je zomerkledij in de zee belandt. Nou, dit is natuurlijk een veilige omgeving, dus tuurlijk. Wij wisten hier wel van oké. Kom wel goed. Ja, je redt het wel. Het is niet heel spannend, zeg maar toch, je beseft wel even meer van, je kunt wel heel goed nadenken van, oh ja, als je dus op de Noordzee ligt in het donker, het is echt pikdonker op het water en er wordt langzaam koud. Volgens mij is het 10 minuten, ja, dan zonder pak, dat je onderkoelt. Ja, deze tijd van het jaar gaat dat super hard. 10, 20 minuten is het wel gebeurd. Ja. Dus dat is natuurlijk, jullie hebben natuurlijk al een uitdruktijd van 10 minuten dat je moet wegvaren. En dan moet je natuurlijk nog varen. Dus tussen de tijd van de melding en het moment dat de boot, het schip, de haven verlaat, zit 10 minuten maximaal. Ja. En vaak minder waarschijnlijk. Vaak minder, ja. Maar dat is de grens die er ligt, is 10 minuten. Dan ja, precies. Maar stel dat je dus in het water komt, iemand doet direct een melding, de eerste seconde. Binnen 10 minuten... Ja, en dan moet je nog gaan varen. Dus eigenlijk lig je dan standaard al, denk ik, 11, 12 plus. Ja, dat als je zeg maar geen reddingsvest aan hebt. Want als je overboord gaat en je hebt geen reddingsvest aan, dan zijn je kansen echt wel klein. Ook als je kan zwemmen, hè? Dus, ja, want je krijgt gewoon kramp. Je spieren die gaan eigenlijk stuk. En die, ja, want ik heb vroeger altijd, dacht ik inmiddels niet meer hoor. Maar vroeger, ik hield heel erg van zwemmen. Dacht ik altijd, ja, echt kind gedacht wel. Maar dacht, wat is het ergste als ik nou van een boot val? Bijvoorbeeld, ik vaar naar de Schelling of zo. Ik val van de boot en ik zwem toch gewoon weg. Maar je bent zo weg, hè? Ja. Nou, we zijn ook een podcast. Ja, wat je wilt. Je denkt, dat doen we wel even. Ja, als ik er al naar kijk, denk ik al, Je bent in de Waal in Nijmegen ook, zeggen ze altijd van, dat kun je nooit overzwemmen. Toch heb ik altijd de eigenwijze... Dat zou ik ook hebben. Ik zou dat ook hebben. Ik ga op een dag overzwemmen, maar iedereen zegt, die onderstromen. En nu kan ik het helemaal niet meer maken natuurlijk. En nu ik dit heb gedaan. Het zou heel treurig zijn als jij verdrinkt nu. Dat is wel echt... Maar wat wilde jij zeggen? Nee, we maken ook een podcastserie en daarvoor spreken we heel veel mensen. En vorige week spraken we iemand en die vertelde dat er was iemand vermist. En die ging die direct achteraan. En hij heeft, ik denk, 6-7 minuten gezwommen om die persoon te vinden. En toen kreeg hij al kramp in zijn armen en benen. Toen verdronk hij zelf bijna. Dus dat zoveel of zo weinig tijd eigenlijk kan het kosten. Iemand vroeg net in de chat, iemand vroeg sowieso, lezen jullie de chat wel? Ja, we zitten te kijken. Maar iemand vroeg ook, krijgen jullie psychologische begeleiding? Het lijkt mij dat ook onderdeel is, hè? Ja, dat is een heel erg belangrijk onderdeel. Iedereen is natuurlijk vrijwilliger, dus het is heel erg vervelend als je dan zeg maar voor een ander iets doet en dat je er zelf dan beschadigd door raakt. Dus wat er gebeurt als er iets heel heftigs is, dan krijgen mensen een gesprek zeg maar direct daarna. Dus dan bespreek je het incident na. En die mensen die dat doen, die zijn daarvoor opgeleid. En op het moment dat zij denken, oké, dit is wel echt mis met iemand. En dat kan om hele individuele redenen gaan dat iemand... Bijvoorbeeld zijn vader herkent in het slachtoffer of familie. Of ik. Ook al is dat niet zo, dat die herkenning die kan voor trauma zorgen. En dan hebben we een traumapsycholoog die ons komen helpen. En dan dat hele traject begeleiden. Zodat iedereen weer erbij blijft, maar ook gewoon weer zijn leven kan leven. Had ik nog niet eens over nagedacht. Dat ook bijvoorbeeld iets is wat dat zou kunnen triggeren.
Ja. Nou vertelde je net inderdaad zo'n die kitesurfer, je ziet hem toevallig liggen. Jullie besluiten, nou ja, weet je wat? Hey, iemand zegt trouwens, waarschijnlijk start ik volgende week de opleiding tot opstapper. Oh, mooi, ja, mooi, welkom. Ja. Hoeveel vrijwilligers zijn er? Volgens mij zei je het net al maar. 1500 volgens mij, 1400, 1500, zoiets. Zo. En hoe is daar ook genoeg aanwas voor? Doe je er daar ook campagnes om mensen bewust te maken? Of is het eigenlijk iets wat ook een beetje soort van in de familie wordt doorgegeven? Papa was opstapper. Dat heel erg. Ja. Maar het is ook heel lokaal. Dus er zijn die 45 reddingsstations. Daar moet je dan ook echt binnen 10 minuten moet je er zijn en je pak aan hebben en weg kunnen. Ja. Dus die cirkel rondom zo'n reddingsstation is eigenlijk heel klein. Maar stel dat je in het oosten zou wonen en je zou dit willen doen, dan is er... Verhuizen. Ja. Oh ja. Ja. Nou, we hebben op het station waar ik zat, hebben we iemand die komt uit Limburg. Ja. En die had zijn hele leven al in zijn hoofd van ik wil bij de KNRM. En die is uiteindelijk naar het Gooi verhuisd. Om? Nou, naar het Gooi kan je niet binnen 10 minuten bij het water zijn, toch? Nou, er zitten zelfs in Blarikum zit een KNRM-station. Oh. Zou je niet... Ja, tuurlijk, want in de zomer wordt hier best wel veel gevaar in de regio. Ja, of werken natuurlijk, toch? Ja, je mag ook in de buurt van het station werken. Dus als je maar binnen 10 minuten er bent, overdag of 's avonds. En dan, Nog even terug naar... ik merk dat we worden zo enthousiast van dit onderwerp dat je soms even een beetje wat basisvragen overstaat. Wat valt er nou precies onder de verantwoordelijkheid van de KNRM? Mensen redden dus. Dus jullie worden door de kustwacht opgeroepen als er iemand gered moet worden. Maar wat nog meer? Je zei net al, als iemand vastloopt met zijn bootje, kan dat ook zijn? Ja, in principe worden we naar alles toegestuurd wat er gebeurt. Dus het kan zijn vastlopen, motorstoring, mensen vermeer. Krijg je al aan alles. Mensen die gewond zijn. En afhankelijk van hoe groot zo'n boot is... komt daar een berger bij of een andere organisatie bij die zo'n schip dan afvoert. Wij werden ook gestuurd naar dat incident boven Ameland afgelopen zomer, waar dat autoschip in de fik stond. En dan is zijn dan ook bergers bij en de mensen worden gered, uit het water gehaald en geholpen. En daarna is voor de reddingmaatschappij in principe het verhaal klaar. Want met zo'n schip kan de reddingmaatschappij niet. Nee, jullie kunnen niet slepen of zo. Als je die foto's ziet, zeg maar, van onze boot naast dat schip met die auto's. Ja, dat is gewoon een soort mier. Ja. Dat is echt. Nou, vertelde je net al dat die boten dus ook soort van bijna in-house ontwikkeld worden. Oké, in samenwerking met grote Nederlandse shipyards, maar toch met de kennis van de KNRM. Wat kan zo'n boot? Zeg maar gewoon even een jochie in mij. Ja, gewoon qua power. Want dat lijkt me, dit zijn geen lullige bootjes. Nee, de kleinste die heeft volgens mij iets van 400 pk. En de grootste 2400. Zo. En die varen allemaal rond de 30, 35 knopen. Dus dat is, weet ik eigenlijk niet eens. Dat is 65 km per uur ongeveer. Dat is echt hard op het water. Ja, dat is heel hard op het water. Ja. En zo'n boot moet... in het gebied waar die vaart, moet die onder alle omstandigheden kunnen varen. En dat betekent dat op de randmeren hier, dan zijn dat natuurlijk wat kleinere boten, open boten. En op de Noordzee zijn dat hele grote schepen die echt dicht zitten, waar de deur dicht zit. Mm. En dat ding kan ook over de kop. En dan komt hij vanzelf weer terug en dan starten de motoren weer en dan vaart hij verder. Wow, damn. Dat gebeurt. Ja. Dat is geen toffe ervaring trouwens. Ik heb het nooit meegemaakt, wil ik ook nooit meemaken. Oh ja. Maar je hebt de training daarvoor gedaan. Dat is niet. Wat heeft dat? Ook een paar weken geleden. Toen vaarden we voor zo'n 30 knopen, 70 km per uur of zo. Bij Hoek van Holland en net op de Noordzee. Nou, en ik heb mijn enkel nog steeds. Dus 3 weken geleden kan ik nog steeds echt. Echt als ik lang loop, voel ik het nog steeds pittig. Want ik was dus op het voordek. En het ging wel hard. En ik liet los. Ja. Vloog dus een meter of anderhalf gewoon de lucht in. En daarna weer dat dek weer bam. Zo. Beetje misselijk ook. Nee, dat niet. Zeeziek, ja. Maar goed, je moet er echt vasthouden. Ja. En nu waren het nog amper golven. En toen dacht ik, oh ja, dit is wel serieus gevaarlijk. Is zeeziekte eigenlijk, vraag ik van jullie allebei, iets wat je kunt, waar je aan kunt wennen? Zeg maar, kun je als je maar vaak genoeg het water op gaat, niet meer zeeziek worden? Of als je dat hebt, ben je dan gewoon... Dat weet ik. Oh, dat weet jij? Ja, mijn opa en oma hadden vroeger, ging ik mee varen met de boot. Ik was altijd zeeziek. Het is nooit recht vooruit kijken. Nee, dat komt echt. Als je dat hebt, is echt verschrikkelijk. Ik heb het... Ja. Je moet de hele tijd naar een recht punt kijken. Maar dan is varen ook echt veel meer leuk. Ja, volgens mij hetzelfde met van die F-16-piloten, toch? Die moeten nog in zo'n wasmachine van, kun je die G-kracht aan? En sommigen kunnen het gewoon niet. Dan kan je het ook en dan niet. Is het gewoon klaar, dan mag je niet verder. Ik ga nooit bij de KNRM. Dan. Ja, bij de KNRM worden echt ook wel regelmatig mensen zeeziek. Gewoon kotsen en weet ik het allemaal erbij. Het is ook heel erg de omstandigheden. Soms dan is er bijvoorbeeld heel veel brandstofgeur of zo, weet ik veel, dieselgeur. En beetje op en neer en je hebt bijvoorbeeld niet goed geslapen. Ja, dan gaat het wel een beetje mis. Ja.
net kwam even ter sprake inderdaad die training over die boot die omslaat. Ik heb wat beelden van Govert die aan het oefenen is. En op een gegeven moment wordt het ook best wel echt heel heftig. Maar dan gaat plotseling het licht uit. De oefeningen die langzamerhand wenden in het licht werden nu plots heel anders. Met de nagebootste golven, de storm, is alles een stuk chaotischer. De rust bewaren en terugvallen op het stappenplan is dan wat je moet doen. Omdat ik het komende jaar ook nog een helikopterheising ga doen, moest ik dat hier ook in een veilige omgeving gaan leren. Want je moet wel voorstellen, als het natuurlijk echt op zee is en er is nood, is alles anders. Dan krijg je stress, voel je veel meer in je eigen lichaam. Dat heb je hier natuurlijk niet. En terwijl ik dit zeg, moet Tom er ook uit. De helikopter staat klaar. Bij het onderdeel uitmaken van een team moet je ook leiding kunnen geven wanneer dat genoodzaakt is. Kom dan, hoef je zodat de andere twee naar beneden kunnen. Ja? Goed met de ellebogen klemmen. Naar de rechter. Ja, en het is van alles door elkaar. Weet je wel. We hebben jongens, we hebben meiden. We hebben, de jongste is 18 en ik ben de oudste met 52. En alles werkt samen en dat gaat gewoon. Elke uitruk sta je wel aan. Je bent wel echt met je hoofd bij wat je doet. Ja. Het ziet er wel heftig uit met die flitsende lampen in die en alles erop en eraan. Ja, en hierna ging we ook nog in zo'n helikopter. En die ging dan, of juist ja, maar zo'n aangebootse helikopterfundament. En dan moest je dan in gaan zitten en dan ging die naar beneden. En dan nog helemaal omdraaien en dan moest je dan uiteindelijk uitklimmen. Was jij goed? Ik zit hier nog. Hey, ja, maar zou je, nee. Was jij uiteindelijk een... Want je hebt het natuurlijk versneld gevolgd. Kon je het een beetje? Dat stukje ben ik wel goed doorgekomen. Maar het is ook niet dat daar echt een soort... Nee. Het is niet dat er anderen bij waren die dat niet... Het is aan of uit, zeg maar. Ja. Of je, okay. Je haalt het of je haalt het niet. Maar ik vind het wel grappig, want wij doen best wel vaak met televisie dingen. Zeg maar, televisieprogramma's komen dan en dan zijn ze er drie uur op z'n hoog, zeg maar. En dan gaan ze een heel mooi beeld geven over de KNRM. Ook heel leuk, maar zeg maar, Govert doet die opleidingen echt. Dus hij heeft echt die opleidingen gedaan in Rotterdam en echt zijn vaarbewijs en echt. Dus het is wat je ziet, zeg maar, is ook wel echt de KNRM. Ik appte dat ook. Van het is wel echt. Ik vind het een heel indrukwekkend beeld over de organisatie waar ik zelf al zo lang bij zit. Het is wel gaaf om te zien van iemand die van buiten naar binnen komt kijken hoe het dan overkomt ook. Ja, het was ook wel een commitment, Govert. Je hebt gewoon gelijk gezegd: oké, ik wil dit doen. Ik trek er een jaar vooruit. Ja, maar het is misschien ook, niet het is iedere dag. Maar. Eigenlijk, hè? Natuurlijk, ja. Ik heb een soort van één beroep gekozen als YouTuber. Maar dat vind ik ook weer jammer, want het is één leven. Op mijn 80ste lig ik een keer in mijn sterfbed. En dan denk ik, ja, het was maar één beroep. Ja. En nu kan ik toch een soort van andere beroepen nog even mee. Je kunt natuurlijk nooit helemaal kunnen zeggen, ik ben een KNRM'er. Dat respect zou ik nooit moeten krijgen. Maar gewoon even een klein kijkje in die keuken door het even te voelen. Hetzelfde ook met de landmacht, de brandweer gedaan, boeren. En dat embedded gaan vind ik daardoor echt wel leuk. Wat vond je hiervan het zwaarst? Wat vond ik hiervan het zwaarst? Ik denk, recent hebben we een medische evacuatieoefening gedaan. Dat was dan in de haven van de Hoek van Holland. Moesten we een vrachtschip op. En dan met een brancard, zeg maar, hijsen. Zoals bijvoorbeeld een patiënt een incident heeft, dan moet je met een brancard die weer afhijsen. Van het, van het hoge schip af, ja. Zeg maar. Ja. Maar dat is bizar, want dan moet je voorstellen dat vrachtschip is zo zwaar, die beweegt niet echt. Maar dat KNRM, die boot, die gaat zo. Ja. Dus je hebt... een brancard met een levende persoon, zeg maar, die ook nog eens Lekker gaat. Niet lekker gaat. En wanneer die boot van die KNRM naar beneden is en jij gaat die brancard naar beneden doen, dan komt die boot weer terug. Ja, dan maak je die persoon nog meer gewond. Ja. Dus dat was zo. Dat was niet per se heel zwaar, maar dat was zo tactisch. En ondertussen heb je wel die touwen, zeg maar. En lijkt me ook een kwestie van timing misschien. Met het is heel secuur werk, alsof je Mikado aan doet. En ondertussen ben je gewoon in de sportschool, zeg maar, bezig. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Dat mensen dat doen, zeg maar. Want wat je vertelt, is eigenlijk iets waarvan ik zou denken, daar moet je een jaar opleiding voor hebben. Ja. En dat heb je dus ook nodig. Maar allemaal vrijwillig dus. Ja, en allemaal hebben ze gewoon fulltime banen. En inderdaad, sommige mensen worden 's nachts uitgerukt die dan dichtbij wonen. Maar als je niet dichtbij woont, maar wel binnen 10 minuten ergens werkt, dan kun je ook gewoon om 3 uur 's middags een pieper krijgen. En dan moet je gewoon je werk achterlaten. Zoals je cashier bent, moet je gewoon zeggen tegen mensen die een broodje afrekenen, het zal moe lijken. Ik ga ervan weg. Ja. Maar het lijkt me vrijwillig is niet vrijblijvend, neem ik aan. Nee. Dus dat betekent dat je ook inderdaad, als je dienst hebt, dan wordt er ook van je verwacht, oké, je houdt deze uren vrij. Je gaat je niet lopen bezatten op die zaterdagavond dat jij on-call bent, zeg maar. Nee, helemaal niet. Nee, dat is zeg maar dat team wat zo'n station bemant, die committeren zich aan dat die boot altijd gaat varen. Dus 24 uur per dag, 365 dagen per jaar moet dat ding eruit. En dat betekent dus dat je soms ook dingen moet laten. En dat als je
in de supermarkt bent, want dat is mij echt wel vaak overkomen, dat je gewoon je karretje in de hoek duwt en wegloopt. Ja. En dan moet het gewoon gebeuren. Of als het is altijd op onhandige momenten, op verjaardagen, feestjes, dingetjes en zo, dat je dan denkt... Ah, ook was op handige momenten. Hele handige. Ik wil nu weg. Soms verzin je ook wel eens. Schoonmoeder komt binnen, daar gaat hij. Oh, dat is wel lekker. Ja. Dat heb ik wel heel vaak gehoord tijdens het interview inderdaad. Ja, tuurlijk. Ja, dat is een beetje een klassiek. Ja, ik heb een hele leuke schoonmoeder, dus ik zal dat niet zeggen. Maar ik heb wel met mijn baas een keer gedaan. Dat ik zei, ik dacht, ik zit hier in een shitgesprek. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. Oh, sorry, ik moet weg. Ja, sterk. Ja. Ja. Nou ja, lijkt me ook, dat moet je ook wel met je werkgever overleggen natuurlijk. Een soort van, hey, ik ben KNRM'er en het kan zomaar zijn dat we hier de jaarcijfers zitten door te spreken. Maar als de pieper gaat, dan ben ik weg. Ja. 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 Ja, nee, als jij zou zitten tijdens je Twitch-show, nu dat je dan... Ja, ja, zeker. Ja, pop. Moeten wij het overnemen. Ciao. Ja. Ja, er zijn heel veel werkgevers die er die daar gewoon gelukkig gaan meewerken. Net als voor bij de brandweer, moet je ook regelen met je baas. Ja. En dus dat zijn gelukkige bedrijven die dat doen. Dan zou dit ook allemaal niet kunnen. Ja. Nee. Nou, Scarlett zegt dat toevallig. Wel eens van de brandweer gehoord. In het grootste deel van het land ook vrijwillig. Ja, ja, ook de brandweer. Gaan we het ook vast nog een keer op. Ja, maar die krijgen wel per melding nog betaald. Ja. Oh ja? Ja, ja. Ja. En de KNRM'ers niet. Dat is gewoon... Nee, de brandweer die krijgt wel een serieus bedrag per uur. Gewoon echt wel een serieuze vergoeding. Ook al doen ze het vrijwillig, krijgen ze wel een vergoeding. Oh. En bij de KNRM is die vergoeding al 200 jaar hetzelfde. Dus dat is inmiddels niet meer zo heel erg lucratief. Maar toen was het heel is veel het geld. 20% of zo? Het is, wat is het? Een Rijksdaalder. 1,25 euro. Het was 2,50 gulden. En dat was toen superveel, 200 jaar geleden. Dat was echt heel veel geld. En nu is het dus 1,25 euro. En, per uur? Oh, per uur, ja. Ja, ja. Nee, dus dat wordt niet echt... Daar ga je niet rijk van worden. Meer voor de lol om erin te houden. Een symbolisch dingetje. Ja. Govert, ik vind inderdaad, we hadden het er net al even over. Het is tof dat jij besluit om zo een duik in het diepe te nemen met ieder onderwerp waar je, waar je iets mee gaat doen. Maar je blijft natuurlijk ook wel, je hebt nog steeds wel een gezond ego. Dat siert je ook. Zo was jij heel trots op jouw resultaat bij de medische keuring. Oh, zeker. Ja, 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 ja. Letterlijk alles werd gecontroleerd. Het is namelijk belangrijk dat je fit en flexibel bent. Natuurlijk, er was meer op het moment dat wij de stijg aflopen met slecht weer. Arbotechnisch kun je het niet dichtspijkeren. Maar je weet wat je aan elkaar hebt. Je weet wat je aan het schip hebt. En ja, dan moet je vertrouwen in hebben in elkaar. 110,70. Mooie bloeddruk. Je bent geen zware mens, dus dan daar hangt dat meestal een beetje mee samen. Ja, dat is mooi. Ik kan het lekker door blijven eten. Maar gelukkig zag alles er tot nu toe goed uit. Ik had zelfs longen van een 18-jarige. Want hier ben je 18 jaar, dat is wel leuk. Govert, hou vol. Kom op. Govert, je bent goed bezig, jongen. Ja, daar is die. Ja, daar was je trots op, hè? Dat heb ik nog vaak terug horen komen. De longen van een 18-jarige, onze grote Ik ben 25, dan is 18 toch een mooie rating. Nee, ik heb in mijn leven best wel wat ongezonde sigaretjes in mijn longen ingerookt. Dus dan ben ik toch blij toch, dat niet zo veel als je dacht, inderdaad. Hoe belangrijk is dat, Ralf? Want ik bedoel, die medische keuring, hij zag er niet licht uit. Er wordt best wel wat van je verwacht. Hoe fit moet je zijn? Je moet die test doorstaan en dan is het goed. Maar dat gaat dus wel over flexibiliteit, maar ook over je hart. Zeg maar, of je hart het überhaupt belasting kan hebben. Je longinhoud inderdaad. Ze controleren ook je urine en als er in uitzonderlijke gevallen zelfs ook bloedwaarden en zo. Dus het is het is wel een uitgebreide keuring die je moet doorstaan. Er vallen ook gewoon mensen af. Die dat niet doorstaan. En er worden ook dingen ontdekt die mensen niet van zichzelf wisten. Dus die zijn er weer mee geholpen. Oh ja. Er zitten wel mensen die nu zeggen, gelukkig kan ik blijven roken. Dus dat is niet de goede. Nee. Ik zat al na te denken welke keer luisteren. Dat was shit. Ik heb het eerder gezegd. Dat bedoel ik natuurlijk niet. Nee. Nou zeiden we net al, je gaat dus. Is het jaar al afgelopen eigenlijk? Is het nee, nu nee, dat... nee, nee. Oké. Okay. Nee, want we uploaden ook iedere 2 maanden een aflevering. Het worden er 4. En dat doe ik dan bewust omdat ik nu nog echt meega. Dus we zijn nu bijna een beetje met de voorbereidende keuringen klaar. In april ga ik voor de eerste keer echt een aantal dagen achter elkaar op een station zitten. En omdat ik nergens woon of werk dicht in de buurt, moet ik echt met een matje ergens op een station gaan liggen. Samen met de cameraman. Chic hotel. Nee, dat durf ik ook niet, want ik ben bang dat ik niet binnen 10 minuten dan red. Dus ik wil echt gewoon bij de deur gaan slapen en dan... dan hopen in die dagen. Ja, je hoopt niet dat er wat gebeurt. Maar nee, oké, maar een beetje zoals gebeurt. De brandweerman inderdaad. Ja, ja, als het dan moet gebeuren. Dan op het moment dat ik dienst heb, ja precies. Ja. Dus tot augustus volgens mij, en dan staat de laatste week gepland dat we ergens... op een station
gaan stationeren. Spannend hoor. En wat gaan we de komende afleveringen dus allemaal nog zien? Voor een deel weet je het dus nog niet. Nee. Hoeveel afleveringen ga je maken eigenlijk? 4. In aflevering 2 komt die medische evacuatie met het vrachtschip. Ja. De hele EHBO-cursus nog, vaarwijs 2. Zo leer je ook vaarroutes uitzetten. En al de eerste melding. En aflevering 3 wordt een hele grote zware oefening op zee. Met een helikopter, et cetera. En een aantal meldingen. En deel 4 is gewoon alleen maar meldingen. Ja. Ja. En daar, die ben je dus, die wordt nu nog gedraaid, die deel 4. 2, 3 en 4 worden nog gedraaid. Oh, echt? Ja. We zitten er middenin. Ja. En release je ze dan iedere week? Of? Ja, iedere 2 maanden. Oh, oké. Okay. Ja. Dus we hebben nog even de tijd. We hebben nog even van de serie genieten. Ja, ja, ja. Tof. De eerste aflevering is nu online. Ondertussen goed werk. Ik vond het ook wel een tof onderwerp. Ik zag dat Govert dit ging doen. Ik denk, ja, dit is wel heel cool. Ik heb ook zelf ook een soort fascinatie voor de zee. Ik vind dat gewoon vet. Ik ben ook wel vaak op een cruiseschip geweest bijvoorbeeld. En wat ik dan wel, dan vaar je daar, zeker s'nachts, in the middle of nowhere. En zo ver als het oog reikt, niks. Helemaal niks. En zelfs op een zonnige dag, je denkt altijd, nou, er zal toch wel ergens nog land zijn. Maar er zijn best wel veel momenten dat het gewoon helemaal nergens te zien is. De wereld is meer water dan land uiteindelijk. Hoe ver kan je eigenlijk kijken? Want je komt op een gegeven moment natuurlijk in de kromming van de aarde. Werkt natuurlijk tegen. Ja, flat earthers, het bestaat. Maar de kromming van de aarde zorgt ervoor dat je niet natuurlijk oneindig veel. Hoe ver kan je kijken op het water eigenlijk? Gewoon overdag? Ik weet het helemaal niet. Ik heb geen idee, maar dat zou zomaar 10, 15 kilometer kunnen zijn. Ja, dus eigenlijk ook ligt niet heel erg meer. Het ligt eigenlijk meer aan zeg maar de damp die van het water afkomt dan iets anders. Maar goed, ik vind het dus inderdaad wel echt een interessant topic. En dus ook de zee dwingt wel een soort ontzag af. Het is eigenlijk veel gevaarlijker dan mensen denken natuurlijk. Gewoon dat water, je beseft je als ik overboord sla en niemand pikt mij op. Ja, dan is het in veel gevallen gewoon klaar natuurlijk. Het is helemaal niet iets wat jullie net al zeiden. Ja. Je zwemt het niet even. Als je het kan zien, dan kan je het meestal niet zwemmen. Je moet echt wel, ja. Ja, maar dat is één facet, dus je afronden bent. Maar zeg maar, jullie hadden het net over dat vrachtschip. Maar in die podcast zat een opstapper van de KNRM. Die vertelde over een actie die 20 jaar geleden gebeurd is. En die moest overstappen van het ene van de reddingboot naar het schip waar ze op moesten. Mm-hmm. En die golven waren 14 meter hoog. Zo. En toen vroeg die interviewer, hoe doe je dat dan? Ja, gewoon overstappen. Ja, je wordt ook naar dingen gestuurd waar andere mensen heel hard gillend weg zouden lopen. En die willen daar helemaal niet zijn. En als reddingmaatschappij word je er naartoe gestuurd, moet je het oplossen. Ja. Dat vind ik wel heel cool dat we dat nu kunnen laten zien aan Nederland. Ja. Ja, dan moet je met zo'n ladder en zo. Ja, ik zit heel vaak dat soort filmpjes te kijken van gewoon onrustig. En dan is de Noordzee volgens mij. Of zit je niet in dat algoritme? Ja, zeker wel. Voor iedereen. Maar en dan is de Noordzee volgens mij ook nog eens een van de ruigste zeeën ter wereld, toch? Met name richting het noorden, ja. 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 Ja, dus dat klinkt een beetje raar. Maar zeg maar, als je richting Noorwegen gaat vanaf de Waddeneilanden, dat is wel echt serieus ruig. Hebben we nog één verhaal? Tijd. Dat is het mooie van Twitch. Hè? We hebben de tijd. TV-talkshow. Er zit niemand hysterisch in mijn oor, soort van, je moet door. Dan ga ik even vertellen over mijn eigen leven. Nee, kun je nog een paar verhalen, want je had net één verhaaltje vertellen, maar nog een verhaaltje is bijgebleven. Want ik vind het toch wel interessant. Gewoon een verhaal dat je iemand gered hebt of zo. Of niet eens per iemand gered, maar eentje waarvan je denkt zo. Eén ding, dat was. Want heel vaak gaat de pieper en dan moet je dus wegholen. Maar soms voel je het ook aankomen. En ik heb één keer gehad. Het was een hele mooie zomerse dag geweest. En toen op een gegeven moment tegen de avond, toen werd er gewaarschuwd van het weer gaat omslaan. Het gaat helemaal mis. Toen dacht ik, ik ga toch vast naar het reddingsstation. Ik kan niet wachten totdat het. Je kan er eigenlijk gewoon bij blijven staan. En dat dachten 6 collega's ook. Dus we zaten daar met z'n zevenen. En toen waren we er net, toen gingen de piepers af. En toen onweerde het verschrikkelijk hard, het waaide echt bizar hard. Ja. En toen zaten we van, oké, wat gaan we doen? En toen gingen de piepers weer en toen stond er op persoon te water. En toen dacht ik, we moeten nu gewoon gaan varen. Want ook al gaat de bliksem links, rechts om onze oren, we moeten nu gaan. Want er hangen nu gewoon mensenlevens letterlijk vanaf. En toen zijn we dat gaan doen. Ja. En dat was echt het domste idee wat we ooit gehad hebben. Want het was zo ontzettend eng en zo gevaarlijk dat we met een open reddingboot het water op gingen en dat letterlijk de bliksem links rechts insloeg en de golven die ik op doodeng. Ja, dat was echt heel eng. En toen kwamen we op dat eiland aan en dat was één grote puinhoop, allemaal boten stuk, kapotgeslagen mensen die nog in het water lagen. En ja, dat was echt chaos. Dus sommige situaties zijn ook gewoon, dan valt er ook gewoon weinig te doen. Ja, op dat moment superveel, maar je weet niet waar je moet beginnen, want er lagen zoveel boten aan puin. Er liepen mensen als kippen zonder kop
soms zelfs naakt over dat eiland heen. Zo. Omdat ze in hun slaap waren overvallen door... Maar dit is, je zet je eigen leven op het spel op dat moment. Ja, dat dacht ik niet toen ik wegging varen. Ja. Maar toen we terugkwamen, toen dacht ik... Oh, dit was echt niet slim. Maar ja, dat is wel een beetje... dat zijn wel de momenten waar het over gaat. En waar je het verschil kan maken. Alleen als je dat dan vervolgens thuis vertelt. Of je moeder die hoort dit. Dat zijn geen leuke gesprekken. Nee. Het lijkt me ook wel een beetje een soort van camaraderie. Dat je doet het samen. Je bent een club. Mannen en vrouwen die allemaal hier een deel van hun leven voor hebben opgegeven. Om dit vrijwillig te doen. En als je dan inderdaad zo samen uitrukt. En je komt weer terug. En het is goed gegaan. Of zelfs als het minder goed gegaan is. Dat je toch het verbroedert heel erg lijkt me. Ja. Ja, en dat snapt ook eigenlijk helemaal niemand. Want als je dan thuis komt en je begint dat al die verhalen te vertellen... dan na één keer vertellen, dan ze beginnen dan een beetje met hun ogen te rollen... van nou, oké, dan hebben we weer zo'n mooi verhaal. En alleen degene waar je, zeg maar, die dat ook doen, die snappen zeg maar, wat je hebt meegemaakt... en hoe intens dat soms kan zijn en hoe vervelend dat ook kan zijn. Dat iemand die overleden is uit het water halen... dat is iets waar kan geen mens zich eigenlijk een voorstelling van maken hoe dat is... En dat kennen alleen maar die mensen die op dat moment op die boot waren. Je hebt het gedaan, moeten doen. Ja. Ik denk dat elke boot dat wel met enige regelmaat moet. Elke reddingboot dat met enige regelmaat moet doen. En dat is gewoon super heftig. En alleen de mensen die dan, dat kan je thuis één keer vertellen. Als iemand het al wil horen, want het is gewoon niet fijn. En op het moment dat je dan met die mensen bent waar je dat mee hebt meegemaakt. Dan kan je dat eigenlijk oneindig vaak ophalen. Ja. Tja. Supermooi werk. Ook mooi dat in het jaar van het 200-jarige bestaan van de KNRM... dat Govert besloot, ik ga me hier helemaal in onderdompelen. letterlijk. Ja. Thuis bedacht. Maar dus er komen nog sowieso 3 andere afleveringen nu. Jazeker. Om de 2 maanden. Dus de eerste staat nu online. Die is gisteren online gekomen. Die kan iedereen nu gaan checken op het YouTube-kanaal. Inderdaad, uitroepteken Cast. Dan vind je het YouTube-kanaal van Govert. Ondertussen kunnen mensen dus redder aan wal worden van de KNRM. Kun je doneren. KNRM.nl. Ja. Super makkelijk. Ja. Ralf, ook leuk dat je even mee wilde komen vandaag. Ja, ik vond het heel leuk. Dank je. Ja, wederzijds. En ik hoorde dat je dus als redder aan wal... dat je ook af en toe een keer mag meevaren op een reddingboot. Zeker. Op 25 mei. Elk jaar is er open dag. Dus als je redder aan de wal bent, mag je meevaren. En dan mag je 1 keer van de wal op de boot en mee. Kijk, dit moet ik gaan doen. Ik denk dat jullie er inderdaad een donateur bij hebben. Govert, jij heel veel succes. Tof dat je dit weer doet. Dankjewel. Hier is nu denk ik de focus op. En dan ga je weer een of ander gek onderwerp vinden om je compleet... Gaan we denk ik naar Afghanistan. Is het een grap of is het... Nee, dit staat op de planning. Moet eerst de opnames afzenden. Ja, zeker. Nee, we gaan eerst... Hij noemt gewoon iets compleet over de top. Soort van, weet je grapje. Maar nee, hij gaat echt naar Afghanistan. Ja, de onderdrukking van de vrouwenfilm. Maar dat is voor later. Dat is voor later. Een serie over thee drinken of zo, gewoon thuis. Gewoon iets relaxed. Ja, iets relaxed gewoon een keertje. Hoe is je moeder eronder eigenlijk de laatste tijd? Want ik weet nog in de tijd van het Area 51 verhaal... was het af en toe nog wel eens chaos in huizensweep. Dat ze dachten, wat doet hij nou weer? Nee, inmiddels is dat al 12, 13 jaar doe ik dit. Dus dat is de helft van mijn leven. Ook voor hun went dat op een gegeven moment. Ja. Afghanistan, reddingsbrigade, alles is... Goed, de serie van Govert, Redder op Zee... is nu te zien op het YouTube-kanaal van Govert Zweep. Ga dat ook vooral doen. Nogmaals, support de KNRM bij een 200-jarig bestaande. Ralf, Govert, dank jullie wel, jongens. Super, jullie bedankt.